Ja, Peter, heel erg. Ja, dat is lang geleden. Ja, inderdaad. Ik had het graag een keer gehad over de natuurmens Jurgen van Lerbergen. Ja, Peter, zeer goed. Ja. Wel, ik kan me voorstellen dat het nu en dan wel eens te veel wordt. Ga je dan ook bewust op zoek naar de natuur om daar tot rust te komen? Ja, te veel worden, dat zou ik zo niet durven zeggen, maar ik probeer er misschien wel voor te zorgen dat het zover niet komt. Preventie. Ja, en denk ja, ook in gezondheidszorg is preventie het belangrijkste onderdeel. Hè. En ik probeer inderdaad wel voor te zorgen dat ik zo nu en dan toch wel wat tijd heb om wat te onthaasten, om tot rust te komen. Ik heb natuurlijk geluk met mijn bevoegdheden, kom ik op heel veel plaatsen in de natuur, dus dat valt wel mee. En voor de rest heb ik zo een klein trucje. Ik woon in Volle Stadscentrum in Poperingen. En ik parkeer mijn wagen altijd aan de andere kant van het stadspark. Wat mij eigenlijk een beetje in de gelegenheid stelt om, allee, toch als het mooi weer is, ga ik even te voet door het park. Het is een relatief groot park. Ja. Dat is voor mij eigenlijk al voldoende. Er gebeurt altijd wel iets dat veranderd is in de natuur. Kan ik dus steeds even blijven zitten, wat tot rust komen. En ik denk dat belangrijk is, dat je op die manier zo nu en dan eens een korte, dat hoeft voor mij niet lang te zijn, maar toch een korte pauze inlast. Ik hoor het, de groenbeleving zit in jouw natuur. U bent ook verantwoordelijk voor de provinciedomeinen onder andere. Ziet u daar een verband eigenlijk of mogelijkheden om de gezondheid van de mensen eigenlijk te bevorderen via het domeinbeleid? Ja, zeker en vast. Al was het maar dat we onszelf toch wel wat kwantitatieve doelstellingen mogen stellen, hè, want als corona ons iets geleerd heeft, denk ik, dat is dat er misschien in West-Vlaanderen toch een beetje te weinig natuur is voor al die West-Vlamingen. Ja, het C-woord is dan toch al gevallen. Ik wou het angstvallig mijden. Ja, maar denk, we kunnen er moeilijk naast. Het was bij momenten wel heel erg druk in onze domeinen. Ja. En dan kun je natuurlijk zeggen, we moeten maatregelen nemen dat we minder mensen toelaten, maar ik denk dat dat een beetje de omgekeerde wereld is. Ja, dat we er in tegendeel moeten voor zorgen dat er wel voldoende domeinen zijn. We hebben een traditie met de provincie om aan domeinuitbreiding te doen. Onze domeinen die groeien toch elk jaar gemiddeld 30, 35 hectare. Dat mag altijd meer, dat moet denk ik ook meer. Dus als we daarnaast ervoor zorgen dat we op vlak van integrale toegankelijkheid de nodige dingen doen. En dan hebben we nog wel een aantal andere instrumenten waar dat we met de provincie ook kunnen op inzetten. Ik denk bijvoorbeeld vergroenen van speelplaatsen in scholen. Ja. We weten dat voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen toch een totaal andere context wordt. Als je voldoende groene prikkels geeft, dan krijgen ze andere leerimpulsen. Dan is ondertussen denk ik ook in voldoende mate wetenschappelijk bewezen dat ook pestgedrag een stuk daalt. Daar zetten we toch goed op in. Ik denk dat we elk jaar wel 15, 20 scholen meehelpen vergroenen. Dus dat zijn ook belangrijke initiatieven buiten onze domeinen. Ja. Er is ook nog het sociale aspect aan heel het groenbeleid en de groenbeleving. Misschien hebt u een tuin of zicht op groen in de omgeving. Er zijn natuurlijk ook heel wat mensen die in het beste geval misschien een schrale cactus op hun aanrecht hebben staan en het daarmee moeten stellen. Ja, klopt. Zeker en vast. Compacter wonen gaat vaak wel samen met het verdwijnen van grote privatieve tuinen. In die context is denk ik het belang van buurtgroen, van wijkgroen, moeilijk te onderschatten. Het goede voorbeeld geven, informeren, enthousiasmeren, mensen overtuigen waarom dat soort dingen belangrijk zijn. Ik denk meewerken aan een symposium als dit. Ik ben zelf ooit dus op een internationale conferentie geweest met als mooie titel de Healing Powers of Nature, en er zijn heel veel mensen die daar zich nog niet zo heel veel bij kunnen voorstellen. Ik denk dat initiatieven als vandaag met gerenommeerde vakspecialisten die vol overtuiging
dat verhaal vertellen, dat zal gaandeweg wel doorsijpelen. En ik denk dat sowieso de maatschappij het zelf ook wel zal afdwingen. Hè. Als ik kijk hoeveel meer belang mensen hechten aan natuur, aan biodiversiteit. Hè. Vroeger, als je het over een bijenplan had, dan werd je wel weggezet als een halfgare, donkergroene, wollen sokken. Als je nu met dat soort verhalen afkomt, dan bereik je echt wat brede lagen van de bevolking. Dus het zal ook wel een beetje zichzelf organiseren. We staan aan het begin van een nieuw stuk geschiedenis dat geschreven wordt met groene inkt, als ik het zo goed. Mag het hopen, ik denk ook dat we weinig andere keus hebben als samenleving. Ik ben nogal fan van het begrip milieugebruiksruimte. Ik denk dat we ondertussen toch wel met z'n allen aan het vaststellen zijn dat we toch wel eens tegen die planetary boundaries, om een Engelse term te gebruiken, aan het aanbotsen zijn of hier en daar al wat deuken geslaan hebben in wat ons systeem aan kan. Ik denk dat we effectief voor een zeer boeiende transitie staan. Ik hoop dat we er snel aanvang mee nemen. En op het einde ligt volgens mij inderdaad wel een betere wereld. Dus waarom zouden we het niet doen? Prachtige afsluiter. Bedankt, deputé van Natuur, Landschap en vanaf nu meer en meer ook van Gezondheid. Dus. Dank u wel.